Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Willy.nl. Ik heb stad en land afgereisd op zoek naar het mooiste dorpsmeisje van Nederland. We hebben er gevonden. En serieus, het was een hele opgave. Duizenden kilometers. Jullie hebben massaal stem uitgebracht. En ik denk dat het nu het moment is om haar te gaan leren kennen. En haar natuurlijk te trakteren op die fantastische fotoshoot die zij van ons krijgt. Op naar het mooiste dorpsmeisje van Nederland. Hier is de fotostudio van Jacob van Rooslaar. Hij gaat zometeen het mooiste dorpsmeisje van Nederland prachtig op de foto zetten. Maar voor ik bekend ga maken wie nou het mooiste dorpsmeisje van Nederland is, gaan we heel even kijken naar de mooiste momenten van de afgelopen 9 weken. Ik ben aangekomen in, je gelooft het niet, Stamperschat, Batman. Wie is het mooiste meisje van Buffalo? Ja, een beetje spannend om te zeggen, hè? Maar... Heeft u al wat mooie dames voorbij zien komen hier? Nee, heel ben. Vivian Ter Haar. Tessa van Overveld. Kim van Noen heb je ook nog. Jullie moeten hier toch een beetje aan je trekken komen, of niet? Ja, tuurlijk. Dus, wie is het mooiste meisje van het dorp waar jij je op trekt? Ja, het zijn er heel veel. Ja, ik moet het eigenlijk aan deze kleine Justin Bieber vragen. Wie is het mooiste meisje van Rochel? Ik zou het niet weten, ik kom niet uit Rochel. Die jongeren die ken ik allemaal niet hier zo. Dat is het, hè? Wij zijn een beetje ouder. Ik heb meestal liever contact met oude mensen, met oma's. Jij hebt liever contact met oma's? Hmm. Ja, Franke. Die woont, als je hier de eerste straat links gaat, tweede huis. Kijk! Dat is Vivian Ter Haar, niet waar! Wel! Je bent haar zus! Jij bent door de inwoners van Nieuw-Amsterdam verkozen tot het allermooiste meisje. Wij bekronen jou, alvast, tot het mooiste meisje van Batman. Gefeliciteerd. Ik hoor al wat gegiegel, dat betekent dat ze hier al aanwezig is. Volgens mij bij de Visagie, het mooiste dorpsmeisje van Nederland, is, dames en heren, jawel, Vivian Ter Haar. Hallo. Gefeliciteerd. Wauw, je zit al helemaal... Ik durf je bijna niet te zoenen, je zit al helemaal in de Visagie. Je bent gewoon het mooiste dorpsmeisje van Nederland. Ja, super. Wauw. Leuk, ja. Wat gaat er door je heen? Wat denk je, bedoel, toen je het hoorde, dacht je van... Wat dacht je? Ik dacht echt van, ja, net zoals wat ik dacht toen je bij ons in de intro kwam. Ik dacht ook van... Dit is een grapje. Dit is een grapje, ja, maar ik vind het wel heel leuk. Echt een eer. Ik denk dat ik je maar even met rust moet laten, hè, want je moet nog heel veel in de griem. En dan gaan we zo meteen beginnen. Succes alvast. Dankjewel. Jacob, ze ziet er prachtig uit. Ja. Mooiste dorpsmeisje van Nederland. Ja. Hoe ga je haar op de foto zetten? Sexy, fashion, zoals ze is. Eerste indruk, stoer meid. Yeah. Heeft niet veel nodig. It's all there, dus ga er niet te veel van maken, want dan gaat het niet werken. Ik wens jullie heel veel succes en ik ben ontzettend benieuwd naar het resultaat. We gaan ons best doen. Vivian, hoe gaat het? Goed. Het is wel even wennen, maar ja, het is wel heel leuk. Toch wel een beetje spannend? Ja, wel een beetje spannend. Nou, ik heb net even gespeakerd. Het gaat ontzettend goed. Ja. High five, nog een paar mooie foto's. Komt goed. Doe je best. Dank je. Kijk, top. It's a wrap. We hebben hem. Wauw, nou, het zit erop. Gefeliciteerd, alsjeblieft. Bloemetjes voor jou. 3 zoenen. Het is gelukt. Je bent dus echt gewoon het officieel allermooiste dorpsmeisje van Nederland. Met foto en al. En ik wil graag afsluiten met een heel groot dankjewel. Proost, goed gedaan. 3 zoenen. Dames en heren, dit is het mooiste dorpsmeisje van Nederland 2013. Na al die kilometers, na al die dorpen, is zij toch echt de ware parel. Tot volgend jaar met een nieuw seizoen. Het mooiste meisje van. Thank you.
Nou, dankjewel hè. Ja, jullie ook bedankt. Ciao, ciao. Wacht, lief. We hebben nog wat voor je trouwens. Voor al je vriendjes en vriendinnen. Dank en voor jou. Dankjewel. Oké, nou veel plezier ermee. Dank je. Bye bye.